In de Overdiepse polder wordt volop gewerkt. En tot 2015 zijn het niet alleen de boeren die hier werken. Er gaat een hoop veranderen. Hoogte van dijken worden aangepast, terpen worden aangelegd, boeren gaan verhuizen en boerderijen worden gesloopt. Samen met de bewoners van de Overdiepse polder is in 10 jaar tijd het terpenplan ontwikkeld. De 8 boerenfamilies die in de polder blijven wonen en werken krijgen een terp van 6 meter boven het maaiveld waarop hun boerderij komt te staan. In de afgelopen eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen steeds hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Tegelijk is door bodemdaling het land achter de dijken lager komen te liggen. Ook regent het vaker en harder, waardoor de rivieren steeds meer water moeten verwerken. Hoewel Nederlanders een reputatie hebben van succesvol vechten tegen het water, hebben de watersnoden van 1993 en 1995 ons laten zien dat toenemende weersextremen vragen om een andere benadering. Niet vechten tegen water, maar water meer ruimte geven. De overheid neemt daarom maatregelen om in de toekomst het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De IJssel, Rijn, Lek, Maas en Waal krijgen nog meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van circa 4 miljoen Nederlanders. De Overdiepse polder is één van die plaatsen. Waterschap Brabantse Delta heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoer van dit project. Een bijzonder project omdat de bewoners zich al meer dan 10 jaar geleden verenigden in een belangenvereniging en zelf met het terpenplan zijn gekomen. Een noemenswaardig feit dat daarom ook op de bouwborden in de polder vermeld staat. De provincie Noord-Brabant heeft het plan opgepakt en heeft samen met de bewoners het plan uitgewerkt. De Overdiepse polder ligt nabij het dorp Waspik in de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg in Noord-Brabant en is 550 hectare groot. De polder ligt tussen 2 rivieren in, namelijk het Oude Maasje en de Bergse Maas. In de polder wordt de bestaande dijk aan de Bergse Maas verlaagd. Hierdoor kan bij extreem hoog water rivierwater door de polder stromen. De waterstand op de rivier daalt daardoor alleen al 27 centimeter en samen met de maatregelen op andere plaatsen langs de rivier zal het nog enkele tientallen centimeters meer dalen. Dit gebeurt gemiddeld 1 keer in de 25 jaar. Stedelijke gebieden zoals Den Bosch worden door de maatregel beschermd. Langs het Oude Maasje aan de zuidgrens van de Overdiepse polder komt een nieuwe winterdijk, zodat het in de polder gelopen water daar niet verder kan en dus in de polder blijft staan. Aan de noordzijde van deze nieuwe dijk worden 8 terpen gebouwd, die straks plaats bieden aan 8 agrarische bedrijven. De families die niet op een terp gaan wonen, zetten hun boerenbedrijf elders voort. De terpen hebben een oppervlak van ruim 2 hectare. Ze worden opgebouwd uit verschillende lagen zand. Een deel daarvan is afkomstig uit de polder zelf. Grond die daar meer dan 100 jaar geleden is neergelegd toen de Bergse Maas gegraven werd. Zodra er een terp klaar is, kan er worden gestart met het bouwen van de nieuwe woning en het agrarisch bedrijf. En omdat de bovenlaag van de terp teelaarde is, zullen de rondom geplante bomen er prima groeien. Gezien vanaf de akker of de wei heeft de terp een hoogte van 6 meter. Al jaren zijn de bewoners druk met de indeling van hun terp. Iedereen wil een zo ideaal mogelijke leef- en werkomgeving. Een woning en bedrijf precies naar wens dat voldoet aan alle eisen van een modern agrarisch bedrijf. Als een familie is verhuisd buiten de polder of naar een terp, wordt de oude boerderij gesloopt. Als alle terpen bewoond zijn en de dijk aan het Oude Maasje is verhoogd, dan wordt de huidige dijk aan de noordzijde van de polder verlaagd en is de polder klaar voor het water. Er is een ruim gebied gereserveerd voor de natuur. Fietsers en wandelaars kunnen met de aanleg van nieuwe paden en wegen straks een rondje polder maken. En sportvissers krijgen hun eigen stekje. Eind 2015 is het project afgerond.
en is de vernieuwde Overdiepse polder een feit. Een duurzaam agrarisch gebruik van het land, met ruimte voor de afvoer van overtollig Maaswater.